Hallo allemaal, welkom bij deze demonstratie van het spelletje Zeeslag. Ik heb van jullie docenten begrepen dat jullie dit spelletje gaan namaken tijdens het vak Software Engineering 3. Ik heb het al voor jullie opgelost en ik zal het dus aan jullie laten zien. Allereerst gaan we ons demonstreren, ons registreren en dan moeten we natuurlijk een naam invullen. En een geheim wachtwoord. En we gaan spelen in de multiplayer mode. We gaan tegen Jan spelen, die ook een geheim wachtwoord heeft en natuurlijk ook in de multiplayer mode gaat spelen. En we zien dus dat Henk de tegenstander is. En je ziet ook dat de namen weergegeven worden bij de gids. Dit is waar we schoten gaan vuren en dit is het grid waar we de schepen gaan plaatsen. Nou, laten we maar eens beginnen met het plaatsen van de schepen. Bijvoorbeeld een vliegtuigschip. Een kruiser. En dan gaan we verticaal gaan we een battleship plaatsen. En een mijnenveger. Als ik nou niet tevreden ben over dit schip, dan kan ik het verwijderen en bijvoorbeeld weer ergens anders plaatsen. Nu moet ik er nog eentje plaatsen. En dat is deze. 1, 2, 3, 4, 5 schepen zijn nu geplaatst. Onze tegenstander Jan die is wat luier en die zegt gewoon laat het spel maar bepalen waar ik de schepen plaats. En dat doen we als volgt. Beide spelers zijn nu klaar. Henk geeft dat aan. En die moet dus wachten op Jan. Jan geeft nu ook aan dat hij klaar is. En Henk mag beginnen. Als ik nu slim ben, dan kan ik natuurlijk spieken waar ik het beste kan gaan vuren. En Jan is zo slim. En Jan heeft al een schip van Henk laten zinken, zoals je kunt zien. Ik zal ook even laten zien dat je echt op je beurt moet wachten. Als ik nu nog een keer probeer te schieten, dan krijg ik dus de melding dat ik moet wachten tot het Jan geschoten heeft. Dus laten we dat maar doen. En we hebben weer een schip van Henk tot zinken gebracht. Nu moet Jan nog één schip zien te vinden. Kijk, en daar is hij. De winnaar is nu de Jan. En ook Henk krijgt dit bericht. En beide spelers hebben nu de mogelijkheid om het spelletje opnieuw te beginnen. Nou, dat was onze demo. Ik wens je heel veel succes met het zelf maken van dit spelletje. Dag allemaal!